Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Deze keer een persoonlijke video. Vandaag, zoals ik al kunt zien, ik zit echt in mijn thuiskloffie. Ik ben back af, want ik heb vandaag samen met mijn pa heb ik zijn berging, zijn schuur opgeruimd. Het stond helemaal vol met dozen. Hebben we ooit een keer bij de verhuizing van 10 jaar geleden hebben we gewoon de spullen even daarin gelegd en nooit meer naar gekeken. We kwamen echt allemaal dingen tegen. We kwamen op een gegeven moment ook zelfs een doos met allemaal schoonmaakmiddelen tegen. We kwamen zelfs een doos tegen met allemaal keukenspullen. En er zaten ook heel veel spullen van mij tussen. En die heb ik ook allemaal, die heb ik allemaal meegenomen al. En allemaal naar boven toe geschouwd. En het is best veel. Mijn rug doet enorm pijn. 1. Omdat ik niet echt zo'n bewegen ben. 2. Ja, yeah, mijn vetrolletjes een beetje. Hè. Dat had ook niks mee. Dus ja, maar ik heb het allemaal boven gekregen. Ja, in deze video ga ik alles een beetje echt uitpakken en kijken. Zo te zien is Charlie al heel erg geïnteresseerd. Hey, Char. Nee. Nou, het eerste wat we al kunnen zien is dit. Dit heb ik al vanaf kinds af aan. Volgens mij eigenlijk echt vanaf mijn geboorte niet, maar wel heel vroeg. Ik was een jaar of 4 in ieder geval al. Toen had ik het al. Helaas is hij gebroken. Ik heb hier nog een stukje glas liggen. We kwamen dus hierbij uit. En een Bert en Ernie. Dit ding vind je overal. Op zich, maar ja, dit heeft bij mij in mijn slaapkamer hangen. Heel lang, jarenlang. En ik krijg een berichtje. Ja, deze hebben we dus bewaard blijkbaar. En die wil ik hem bewaren. Misschien het glas opnieuw, nieuw glas erin stoppen. Op zo'n manier. Het ruikt allemaal een beetje viezig. Want de berging. Ja, het was een schuur. En ja, in een schuur buiten heb je af en toe wel last van muisjes. Ja, daar is. Zo, nou, de volgende. Een tas. Hangt hier ook weer gestopt. Oh ja, dit was allemaal oude werkjes. Allemaal oude kleiwerkjes. Er was inderdaad een werkje, dat was van een oude schoenendoos. Daar had ik een heel, moest zeg maar een huisje voorstellen. Dat was een schoolwerkje van de basisschool. Dat zag er niet uit. Dat had ik al gevonden, heb ik toch weggedaan, want ik had zoiets van, dat is te veel, dat is te groot. Ik heb er wel een beetje spijt van, moet ik zeggen, maar ja, waar moet ik het in godsnaam laten? Maar dit heb ik wel bewaard. Dat heb ik enigszins wel bewaard. Hier zat ZP, oh ja, Zeppelin. Ik zat op een school, we hadden geen groepen per se, we hadden namen van onze klassen. Dus ik zat toen op dat moment in een klas die genaamd de Zeppelin heette. Ja, dit was nog een stukje mat. Een laafje. Van de Efteling. Nou, dit is, dat is zeker een pootje van, ja, van iets. Oh ja, nog een stoeltje. Is een poppetje waar dat. Er hoort dus een armpje bij. Niet. Oh nee, dit is een pootje. Nou, het zal wel. Er is in ieder geval. Eén ding. En verder. Oh ja. Een driewegstekker, zo'n ouderwetse. Vond ik wel leuk om te hebben. Hopelijk is die goed. Deze tas trouwens hoorde er ook bij. Oh ja, dit houdt zoiets van. Ja, dit wil ik. Zou ik vast niet meer gebruiken. Maar dit is een oude. Dekbed van mijn kinderdekbed. Ja, daar had ik zoiets van, ja, dit is wat ik moet bewaren. Al die andere, ik had nog een Harry Potter dekbed en zo, die heb ik allemaal weggegooid. Dat vond ik wel jammer. Ik ben echt iemand van, ik bewaar alles. Ik hoef niet heel stapel van dit soort dingen te hebben, maar ja, dit was ook de enige die we gevonden hadden. Ik geef een keer het idee. Eens kijken, een brief. Wat vind ik ook weer van brief? Oh ja. SBO Hoogvenne, dat was mijn basisschool. Wil die bijgaande formulier SVP volledig invullen en zo spoedig mogelijk mee teruggeven naar school? Overeenkomst voor het jaar 2004-2005. Ja, dit is toch wel leuk om dat te hebben, want er staan gewoon die dingetjes. Ik zie hier al die witte, ik weet niet of je het kunt zien. Ja, hier staan allemaal witte dozen. Er zitten allemaal schoolspullen, ook wel persoonlijk spullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dozen. Ja, dat zit allemaal dit soort dingetjes in. Ik ga even een plekje maken. Even een plekje maken hier. Oh, dat was. Mijn microfoon valt. Sorry. Oh ja.
een regenjas. Zonder broek helaas, maar ja, oh, ik had ook ergens nog een tasje waar misschien nog een broek in kan zitten. Heb ik ook gehad. Ja, deze is wel van mij geweest volgens mij. Nou, die gaat mooi aan de kapstok. Oh ja, een oude cd van Sesamstraat. Oh ja, PlayStation 1 spelletje. Ninja Shadow of Darkness. Ik dacht dat die kwijt was. Een boekje voor Harry Potter en de geheime kamer. Eigendom openbare bibliotheek. Dat is een los stapeltje. Maar even. Oh ja. Wat jammer dat het is over. Rayman 2, The Great Escape, Big Box. Zit een cd erin. Een boekje zit erin. Zit er zelfs een kaart bij. Van binnen is je goed. De doos zelf is een beetje kut. Een beetje piep. Ja, cd zit er nog bij hoor. En nog ziet er nog goed uit. Minimum vereiste Pentium 133 of compatible. Windows 95 of 98, 32 MB RAM, 4x CD-ROM speler. Sound Blaster compatible geluidskaart. En 3D grafische versnellingskaart. Voodoo 1. Of hoger met 4 MB videoram. Zo de UA. Wat hebben we hier? Een Efteling boekje. Oh, daar kan ik al mee getekend. Ja, er zijn wel dingetjes die ik ook wel wil houden. Oh ja. Op school had ik op een gegeven moment een trip naar de Westhoeven. De Westhoeven is een techniekschool. Dat heb ik toen gemaakt daar. Nou, een leuke masker. Leuk. Een oude pet. Godsamme, zit er een. Het is allemaal viezig zeg. Oh ja. Er zit namelijk een Sega hier ergens tussen. Daar wist ik dat die ergens moest liggen. Dit is Art Alive. Prince of Persia. Kei vies. Gadverdamme. Ik had vroeger. De shit is leeg. Maar vroeger had ik dus. Brandde ik vaak cd'tjes met allerlei dingetjes die ik download had bij mijn moeder op de computer. Want bij mijn vader hadden we namelijk een internet. Waar ik toen op dat moment woonde. Daar wilde ik natuurlijk wel gewoon van die films kunnen genieten. Er waren Power Rangers films, waar geen porno, want ik was een jaar of 12 of zo. Dat was een jaar later pas gekomen. Maar deze is helaas leeg. Gooi me weg. Nee, ik heb de rest heb ik hiervan liggen. Hoe heet zoiets ook alweer? Ja, werkje waar je dan met zo'n ding eruit moet. Met zijn stempel en zo, maar dat is ook best wel vies zeg. Stripboekje die ik vaak heb gelezen. Hier hebben ze wel aangevreten, die kutbuizen. Gadverdamme. Ik was zo viezig. Daar baal ik wel weer van. Dat kan zo'n viesjes worden. Oh ja! Bij de bowlingbaan gekregen, zo'n oude dingen die kreeg je dan mee als bij kinderfeestje. Was niet mijn kinderfeestje, maar het feest van een neef van mij. Maar hij wilde hem niet, dus daarom mocht ik hem hebben. Hey. Videoband. Het is niet per se een heel heftig, het is gewoon Disney video, maar ik heb wel eens achter op zo'n film wel een soort eentandig zelf opgenomen. Dus het kan zijn dat hier iets van mezelf op staat. Ik weet wat. Ik heb hier een videocord staan. Laat het maar even aanstaan, want slechts doorspoelen zo. Een boekje van de PlayStation 2. Oud werkje van mij. Oh ja, dit moest dan de. Je hebt hier een tekst, zeg maar. Uit een boek van Harry Potter. Daar ben ik helemaal fan van. En zie je ook, het is in de vorm van de sorteerroet. Deze knuffel. Samen met een Bert knuffel, die moet ook ergens liggen. Dit waren mijn kinderknuffels. Hier ben ik echt heel erg blij mee dat ik die terug heb gevonden. Dit heb ik echt vanaf mijn babytijd. Hier zie je de ogen ook helemaal uit kapot gegaan en zo. Haartjes zijn een beetje. Dit was mijn kinderknuffel samen met Bert. En Bert waar die is gebleven. Ja, weet ik niet meer. Dat doe ik misschien helemaal niet doen. Nog een werkje. Clown. De contouren is voor mij door een leraar gedaan, want dat kan ik echt niet tekenen. Maar ja, je kunt zien dat hier al een of andere fucking muis doorheen heeft gebeten. Een foto van Harry. Harry, mijn konijn, was een vrouwtje, dat wel. Maar dat was mijn konijn. Helaas heb ik die verwaarloosd. Die lekker vrij rond door de tuin heen en zo, dat was lekker vrij en zo. Ja, op een gegeven moment hebben we die gewoon weggedaan. En mijn pa is van ja. Ik wil niks meer. Ah, hier, kijk. Ik heb nou het einde van de film en nou, dus nee, ik zat Pokémon op. Maar ja, dat had ik een
eigen opname kunnen zijn. Maar ik heb echt, ik heb altijd wel een camera gehad. Nou, dan was het alweer. Nou, die band gaat gewoon de kliko in. Nou, die gaat gewoon appetee. Appetee in de prullenbak. Oh ja. Mijn diploma, zwemdiploma A. En mijn passen, mijn leskaart passen. Mijn B-diploma heb ik ook. Mijn C-diploma heb ik nooit gehaald. Ah, hier is het tasje. Hier kan misschien die broek in zitten. Ja, volgens mij wel. Ja, dat is de broek. Een regenpak. Krijg je nooit helemaal weer opgevouwen terug, hè? Stomme! Hoppa. Oh ja, dit zijn leuke dingen. Hier zitten mijn oude brillen in. Van onder mijn allereerste bril. Toen ik een jaar of 6 was. Dit was mijn allereerste brilletje. Dit is mijn allereerste bril. Helemaal niet meer op mijn kop natuurlijk. Hier de pootjes eraf gebroken helaas. Dus dit is mijn tweede bril. Die is al wat groter. En hier is nog twee andere brillen. Dus dat is een bril zonder glazen en geen pootjes meer zelfs. Een doekje heb ik dan wel. Ja, als diefje. Ik ooit een keer gekocht of gekregen heb ergens. Eigenlijk een best leuk. Maar statiefje eigenlijk nog eens. Nou, statiefje. Dat lijkt helemaal lekker bij me. Camera-spullen. Oh ja, nog zo'n ijzerwerkje. Je kon zeg maar foto's tussen zetten en dan of iets anders, iets van papier. Oude fotocamera, groot beeld negatief, middenformaat. Nee, middenformaat. Ik zet een bandje van Bert en Annie. Oh ja, die hebben we op een gegeven moment ook gekregen. Dat is een beetje viezig. Dat was ook weer precies van Opkikker, volgens mij, Stichting Opkikker. Nou, daar werkte mijn pa een tijdje voor. Dan kijk ik hier bij. Nou, ik ga met mijn telefoontje maar eens gewoon verder filmen. Want mijn Nikon die houdt na een half uur op. En dan ben ik bijna leeg. Ja, ik heb dus daardoor een hele hoop niet kunnen filmen. Maar we ook nog achterkwamen. Dit zijn twee mokken. Die stonden heel lang in de kast bij mijn vader. Deze mok heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Toen ik 9 of 10 jaar werd, heb ik op film nog. Alsjeblieft. Oh, dat vond ik een leuke doosje. Martijn, gedurfig. Hoe heb je dat gemaakt? Martijn, de durver. Er staat Martijn, de durver op. Mijn vader kreeg Ron, de plezierige. Ron de plezierige. En nog een mok, niet per se iets persoonlijks opstaand. Maar die heb ik gekregen van een tante van mij, van tante Via. En ja, dat heeft ook gewoon herinneringen. En ik ben blij dat ik die nog allemaal heb. Nou, hier een hele map met allerlei werkjes. Naaiwerkje, of ja, ik weet niet. Borduurwerkje. Schilderwerkje. Yo, dik moet ik voorstellen. Zet hem maar even dichterbij. Dik moet ik voorstellen. Nou, een vaderdag cadeautje dit, volgens mij. Hey jongens, ik zet mijn hoed af. Ik kijk warm en ik zie heel schaduw over mijn ogen. Dus ja. Yeah. Wat leuk! Dat hij het nog gewoon doet, man. Nou, oh Martijn, echt dit zo keiveel. Eens kijken, New Generation. Tupperware. Top. Zet hem op. Blauw. Ik hou van jou. Fijne dag. Fantaski. Af en toe had hij van een paar van deze briefjes in mijn tas gedaan. Dat was echt lief.
lief, hè. Oh ja. In de NT bij ons stond er een kopieermachine. Daar deed ik af en toe dit soort dingen mee. En dan ook, product nieuw aan gekocht. M&M's. Leuk man. Moet niet altijd doen hoor, want ja, dat kost geld natuurlijk. Hè. Dat is dat. Dat was het dan weer. Dat was weer een tas leeg. Nou, we hebben hier nog een doos. Een hele grote doos. We kwamen ook nog echt dus dozen tegen met allemaal spullen die gewoon voor de keuken was en zo. Handdoekjes, die wilde hij weggooien. Ik had zoiets van, ja, dit is echt van vroeger. Dit hebben we nog bij de dingen gehad, bij de camping. Ja, voor mij is het gewoon... Het ruikt zelfs gewoon naar de camping. Een beetje vochtig, een beetje... muffig, maar toch. Titanic, het bosspel. Even kijken. Oh ja, ik vond een paar ook nog. Of die ook wel interessant vonden, kun je een cheese grinder, een kaasrasp. Dat is wel handig. Een oude slof van vroeger. Oh ja, een kabelgroot ding. Dat van een oude Bas Smit ding, waar je zet kaas op. Dat is al zo oud, kaas. Holy fucking shit, wat oud! Dit is ook wel heel interessant. Ik heb weer heel net te doen. Zo. Oh ja, twee zonnebrillen. Ik vond echt van jaren 80 weet je wel, maar ik vond zo'n dat paarse en... dit is heel leuk. Het zijn allemaal glasplaatjes met werkjes die ik heb gemaakt. Nou, hier hebben we een... Ik weet niet of je het kunt zien, maar hier hebben we Fred Flintstone. Een of andere vosje. Winnie de Poe. Je kunt zien dat het dat de werk niet altijd goed vasthield. Hier een Pokémon, Weezing. Nog een Pokémon. Oh nee, Digimon. Birdrummon of nee. Biomon. En hier staat. Ah, mijn naam op. Martijn Kusters. Dit is een oud. Het kan nog wel als kostuum geweest volgens mij, want is het precies geweest. Zorro volgens mij. Nee. Oh nee, dit is van Harry Potter of zo volgens mij geweest. Oh ja, peper. Peperstelt. Zijn peper haal ik er wel uit, dan is gewoon oud. Dat lag echt. Dit soort dingen lagen ook in dozen, hè? Nogmaals, die leg ik het weg even. Ik denk van, daar kijk ik volgende week wel even naar. 10 jaar later. Ik heb er de tijd voor, mijn vader heeft daar geen tijd voor, want die heeft gewoon een bedrijf te runnen. Een goed lopend bedrijf. Dit is een... Oh, dit is een stempelkaart van die sponsorlopen. Hier heb ik dus 6 rondjes gehaald. En ik kon bij elkaar dus iets van 17 rondjes halen. Nou, echt niet. Nou, Bas en Adriaan CD. En nog een CD met kaartliedjes op. Dat is voor mij allemaal Astrid geweest. Ook een keer dat we een pas voor met allerlei spullen van Astrid hadden meegekregen. Ja, Astrid. Astrid is mijn zus. 5 jaar oude zus. Dus Astrid, dit is nu voor jou. Ah ja, dit was ook leuk dat we dat ertussen vonden. Een oude pyjama van Bert en Ernie. Dit heb ik. 7 à 8 jaar was. Ja, ik vind die muffig. Fucking ja, want dit is leuk. Ik heb misschien wel een lijst. Als ik niet meer ineens wou, ik ga het niet aandoen, want ik kan helemaal uitgereiken, daar heb ik geen zin in. Oude bloemen. Dit ding is een kettingje, heb ik ooit van iemand gekregen. En vroeger had ik al een computer. Achter de computer, en dat vond ik wel eens leuk om dingen in mijn mond te stoppen. Is dit er eentje van? Dit er eentje van. Het is een hartstikke vies ding. Een verjaardagskaart. Oh, gelukkig nieuwjaar. Nou, boekjes. Zwaar knudden. Donald Duck. Oh ja, dat is ook een leuk boekje daar. Oude Donald Duck. Guus Slim.
de verdronken wagen. Oh, de ring van Oksana. De ring van Oksana gaat over de watertoren hier in Tilburg. Sega! Een echte Sega Mega Drive. Wauw, man. Wou ik hier goed schoonmaken, denk ik. En daar zaten geen opladers bij. Oh shit, waar kwam mijn tas tegen met allemaal laders? Het kan goed zijn dat het daar tussen zit. Dus ik kan het nou nog niet testen, helaas. Ik had hier al een Sega spelletje gevonden, hè? Art Alive. En een controller, niet te vergeten. En nog een spelletje. Sonic the Hedgehog 2. Oh, dat zijn allemaal boeken van school. Ja, die waren ik ook kwijt, ja. Boeken van school. Rekenen. Oh, dit is van de middelbare school, dit. Oh ja, Sonic Spinball. Sonic Spinball. Ha, hier staat zelfs een prijskaartje op. 39,95 gulden. Die dingen zijn nu 10 keer meer waard. Zeker als je nog in een doos hebt. Nou, dat waren al het Sega-spelletjes. Een verwerkboekje. Oh ja, voor mijn verwerkweek. In de verwerkweek ga je 3 dagen met klasgenoot en leerkrachten doorbrengen. Oh ja, dan gingen we naar Brehees toe, ja. Dat was voor een schoolkamp. Kloppie disk. Daar heb ik helemaal niks aan, ik weet het niet. Oh ja, dit kwam ik ook nog tegen. Oude kermis. Kaartjes voor attracties. We waren dan voor een andere dag. Nou oké, want het was gewoon voorbij. Maar die hebben we gewoon bewaard, dus ja. Een tekening van Martijn van Laura. Roy, Remco, John en Miranda. Kerstkaartje, leuk. Nou, moppenboekje. Een kwartetdoosje van Bert en Ernie. Zal vast niet meer compleet zijn. Nou, een van de laatste stapels. Eens kijken, een verjaardagskaart van Geert en Ankie. Van oma. Tekeningen van Power Rangers weer. Dit is dan met Super Sentai. Nieuw gelukkig jaar van Monique, Aaron en Tessa. Monique is mijn stiefmoeder. Een Duits. Duits SO'tje. Met 9,5. Einstein Drive weer. Oh ja, oude. Boeken van Bert en Ernie. De eerste letter van het alfabet. Vergeet de havermout niet. Oh jee, ze is al staat krant. God non de human, daar heb ik vroeger als kind heel vaak uitgelezen. Pieter Speurneus, de groentesoep. En nog een boekje van Donald Duck extra. Dit ga ik echt lezen dadelijk. Efteling kaartje van 5 mei 2003. En een treekaartje van de Efteling. Oh jee. Maar hier nog een Eftelingkaartje van 2002. 1 april 2002. Oh ja. Dat verhaal ken ik nog heel goed. Mijn vader zei op 1 april, hè. 1 april 2002, 18 jaar geleden. Toen zijn een paar. We gaan vandaag naar een plek met allemaal oude mensen. Zo moet je allemaal rustig doen en heel netjes en zo. Want het zijn allemaal oude mensen. Ik dacht natuurlijk dat we naar mijn oma toe gingen. Want mijn oma zat in een bejaardentehuis. Nou. Ik moest op een gegeven moment mijn ogen dicht doen. En op een gegeven moment moest ik mijn ogen open doen. En toen waren we bij de Efteling. 1 april! Dat was een heel leuk 1 april. Nou, vliegtuigje dan in de, met nog wat. Oh ja, maanroos, ik, vis, sok. Oké, ik mik Longland nog. Heb je alle letters bij het buiten aan Victoria? Kom je weer in Loria? Ben, 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 ben. Dan deed ik dan een figuurzaak, oud dingetje, Power Rangers, dingetjes die ik op mijn bureau heb liggen volgens mij na te tekenen dit. Nog meer Power Rangers. Hallo, ik ben Martijn Kusters. En ik ga nu een verhaal schrijven. Hans is er. Papa praat met Hans. Ze kijken in spannend. Een spannende film op RTL 4, uitroepteken.
Wij hebben, zonder en dus, een nieuwe kast 6 gekregen. Ah, dat is ongeveer in 2003, 2004. Twee kasten zelfs, want we hadden een nieuwe kast gekregen. En we hebben een pas gekochte tv ertussen gezet. En in de ene kast zit een lichtje met L-I-G-J-E. Geen lichtje, maar lichtje. Bovenin. Op de andere kast hebben we de plant boven opgezet. Boven. En een M. Dit verhaal heb ik zelf bedacht terwijl ik aan het typen was. Knuffels en kusjes van Martijn Kusters. In loop uitgetekend. Nou, geweldig. Die typemachine overigens daarvan, die heb ik ook meegekregen. Die heb ik beneden laten liggen, maar ik heb hem vergeten mee te nemen. Hier nog een kaartje. Oh, dat is eigenlijk een paar. Oh nee, daar had hij ook nog iets van, had hij meer van gevonden. Ja, een kaartje van een oud bedrijf van mijn vader die iets gehaald heeft. Van een winkeltje. Van heel lang geleden. Nou, die doos gaat dus wegpleuren. En dan wordt er los lege tassen in. Oei. Dat was geen schijntje of zo hoor. Nee. Deze is dus... Die is iets kapot. En dan heb ik hier nog een doos. Precies dezelfde. Alleen heel lekker. Met nog een doos erin. Ja, dat past er precies, net precies in, denk ik. Ja. Hoppa. Nou, dat is mooi in een doos gestopt. Nou, leg maar dat hier neer. Die tas, die brengt de kat in het nauw. Dus ga maar zitten, ik heb niet meer gauw. Felix de kat, hè? Ken je nog? Ken je deze nog? Ja, deze gaan we plekjes geven. Nou, mensen, dat was hem dan. Bedankt voor het kijken naar de video. Ik zeg, allekens. Oh, wacht even. Deze was ik ook nog vergeten te filmen. Die had ik al gefilmd, maar toen was de camera uitgegaan. Dit is een foto van mij en mijn neef. Dit ben ik trouwens. Dit ben ik. Dit is mijn neef. We vonden het altijd leuk om gekke bekken te trekken. Die foto heb ik digitaal, maar mijn oom heeft toen de tijd die foto gemaakt en heeft later een puzzel van laten uitprinten. Ja, dat is dit dan. Misschien hij laatst al een paar stukken. Hij is een beetje vervormd geweest en zo. Ja, hier is het trouwens ook een beetje vies geworden en zo. Maar ja, die hebben we ook nog bewaard gebleven zelfs. Die gaat ook mee in de doos. Morgen of zo, of andere dag. Lekker mee aan de slag. Eens kijken wat ik daarmee kan. Nou, hallo, ik is nogmaals.